In de Baptistenkerk in Groningen werd een herdenkingsdienst gehouden. Kort na het middaguur kwam de kist naar buiten en verplaatste het gezelschap zich naar begraafplaats Zelwerderhof. Joshua overleed zaterdagochtend aan de gevolgen van een steekpartij. Kim reageerde emotioneel op haar Hives-pagina. Ik ben vannacht iemand verloren die me heel dierbaar is. Iemand met wie ik zou trouwen en kindjes krijgen. Ook vandaag stromen de steunbetuigingen nog binnen. Maandag is er voor Joshua een stille tocht gehouden. Kim was hier zelf ook bij aanwezig. Voor het huis van Joshua stapte ze uit en legde ze bloemen neer. Kim is kapot van verdriet. Kim heeft haar werkzaamheden voorlopig stilgelegd.